Collega wielerspecialist Michel Wuits naar de studio gehaald voor enige toelichting. Michel, ben je eerst en vooral geschrokken van het nieuws? Nee, jammer genoeg niet helemaal. Er waren natuurlijk al een paar jaar geruchten. Er was eerst het geval Tom van Oppen, waarbij Bonen ook al betrokken partij kon geweest zijn. Maar dat werd toen ontkend door de gerechtelijke instanties. En in de frontale aanval van het laatste nieuws op Lefevre, werd er ook gewacht gemaakt van de wilde parties in de Kempen, waarbij de naam ook Bonen ook al eens neergeschreven is. Jammer genoeg, zoals ik zei, is dit een bevestiging van datgene wat eigenlijk al gefluisterd werd. Ja. Hij heeft zich altijd nadrukkelijk in het openbaar dan uitgesproken tegen dopinggebruik, tegen bedriegers. Ja, wat nu? Is hij nu totaal ongeloofwaardig geworden? In elk geval een zeer ernstig imagoverlies. Ik zou er toch willen op wijzen dat er een onderscheid is tussen een druggebruiker, iemand die zich uitleeft in zijn vrije tijd, en iemand die zich dopeert. En dat is voorlopig niet bewezen. Het is trouwens ook zo dat je voor het gebruik van cocaïne buiten de sport, dat je niet geschorst kunt worden. Dus er kan hem alleen maar een gerechtelijke straf te beurt vallen. Maar het is toch wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Wat wordt de reactie van Quickstep? Je kent die mensen al jarenlang. Kan je inschatten hoe ze gaan reageren? Gaan ze meteen schorsen of wat? Ik denk dat ze nu vooral een beetje tijd willen winnen. Ik denk dat ze pas morgen met een verklaring naar buiten zullen komen. Heel belangrijk wordt het standpunt van Frans de Kok. Dat is de hoofd van de sponsoring. De grote sponsor eigenlijk. En als ze een beetje een verstand gebruiken, dan denk ik dat ze hem toch een beetje in de luwte zullen houden. En dat ze hem bijvoorbeeld niet laten starten in de Ronde van Zwitserland. Zo voel ik dat nu aan. Gaan ze maar de Tour houden, denk je? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Voorlopig denk ik dat niet, nee. Ze zullen in elk geval niet zomaar afstand nemen van hun boegbeeld. Hè. Het zou wel gerucht te zijn dat hij met een Franse ploeg zou praten voor volgend jaar, dat hij dus eigenlijk wel weg wil bij Quickstep. Maar dat zal nu wel gedaan zijn. Hè. Als hij in contact geweest is, en dat is nu bewezen met cocaïne, dan is dat voor Bouygues Telecom, de ploeg die geïnteresseerd was, voltooid verleden tijd. In Frankrijk gedoogt men niets, dus ook dit niet, hè. Nee. Slotvraag, is dit erger voor de wielersport in ons land dan het geval Museeuw van 3 jaar geleden? Want Tom Bonen had een geweldige voorbeeldfunctie voor de jeugd. Hij is nog maar 28 ook. Bij Museeuw was het op het einde van zijn carrière. Dit en zijn twee snelheidsovertredingen en het feit dat hij met een te hoge promille reed bij zijn laatste snelheidsovertreding is vooral bijzonder erg voor Tom Bonen, die blijkbaar zijn imago dat hij opgebouwd heeft niet aankan. Hij heeft blijkbaar een enorme compensatiedrang. Je moet een onderscheid maken tussen de renner, Bonen, die nog altijd aan de top presteert en dat, voor zover wij weten, nog altijd clean doet. En daarnaast de jongen die in het uitgangsleven ook blijkbaar graag moeten we vrezen voor doet. Een nieuwe Frank van den Broeke? Nee, zou dat, denk, zo ik, kunnen dat zijn? Denk ik niet, omdat Frank van den Broeke totaal zonder structuur viel. En Bonen heeft wel degelijk een goede structuur. Hij heeft ouders die om hem geven, die hem dag in dag uit bijstaan. En heeft ook een vriendin die nota bene werkt in een sector waarin opvang gegeven wordt aan delinquenten en aan druggebruikers en zo. Dus ik mag wel aannemen dat men met Bonen goed omgaat en dat hij daar kan op terugvallen. Oké, dankjewel voor de toelichting, Michel.